De gele kubus op het gele Rijdersplein wordt kennelijk nog niet gebruikt zoals het bedoeld was. Guus van der Laak, fractievoorzitter van Arnhem Centraal, geeft commentaar. Er zijn een hele hoop dingen die toegezegd waren, maar niet gerealiseerd zijn. Voor alles wordt geld gevraagd. Het is heel commercieel opgezet. Wat ontbreekt is toegang voor mensen die met een rolstoel of die een slechte been zijn. Af en toe wordt er een plaat neergelegd, maar het is niet doorlopend. Er zijn geen toiletten. Er zou een verdieping gebouwd zijn. Ga maar door. Ja, wat in feite wordt een beeld geschetst van, er werd eerst een plan gemaakt met Studio Rap. En in de loop van de tijd is daar eigenlijk is dat steeds duurder geworden. En heeft de gemeente ook steeds minder waar voor zijn geld gekregen. Werd het plan ook steeds meer uitgekleed. U herkent dat beeld? De opdracht was veel breder dan wat er nu staat. Als je alleen maar kijkt naar wat gevraagd is en waarvoor betaald is, en je vergelijkt dat met wat er nu staat, dan kan niemand ontkennen dat er gewoon minder geleverd is. Kijk, als je succesvol wilt zijn met het organiseren van activiteiten, dan moet je ten eerste zorgen dat de activiteiten gepland worden. Dat dat voor de Arnhemmers interessant is. En vervolgens moet je zorgen dat die Arnhemmer weet dat daar iets georganiseerd wordt. Er worden ook wat politieke uitspraken gedaan. Hè? Dat het college eigenlijk transparanter had moeten zijn in het proces. Dat de raad daarover onvoldoende geïnformeerd is. Hoe onderschrijft u dat? Nou, wij hebben artikel 44 vragen gesteld. Daarin hebben wij min of meer een aantal constateringen die in het artikel staan, hebben wij ook gedaan. Hebben we vragen over gesteld. Daar is heel ontwijkend op geantwoord. We hebben er eigenlijk geen antwoord op gekregen. En daar is wat steeds herhaald wordt, het beeld wordt niet herkend. Nou, als de wethouder nou eens gewoon kijkt in zijn stukken en dan dus een uitstapje maakt naar het gele Rijdersplein en dan de kubus betreedt, dan moet hij constateren dat het beeld wel klopt. Dat de contracten met degene die het zou moeten realiseren niet nagekomen worden. Dus eigenlijk spreekt de wethouder niet de waarheid in zijn beantwoording? Wij vinden het vreemd dat de wethouder het beeld niet herkent wat wij geschetst hebben en wat ook in het artikel geschetst wordt. Dat vinden wij vreemd. De conflictsituatie met Studierep en Achtbaan, die wordt ontkend door de wethouder. Hij geeft daarvan aan dat daar duidelijk wel sprake van is. Ziet u dat ook zo? Nou ja, uit de opgevraagde stukken blijkt dit. Er zijn mailwisselingen meegestuurd en daaruit blijkt dat er wel degelijk iets aan de hand is. En het is vreemd dat de wethouder dan ontkent dat die strubbelingen er zijn. Want de bewijzen zijn er. We gaan ons beraden van wat we nu verder gaan doen hiermee. En het zou van de wethouder slim zijn om open zaak te maken hoe het echt in elkaar zit. En met name van wat hij eraan gaat doen om de kubus alsnog zijn functie te geven waar het voor bedoeld was.